Hey mensen, het is weer zover het moment waar je natuurlijk al 2 weken naar uitkijkt. Een nieuwe Video Movie Talk. En of je nu alleen kijkt, met je ouders, met je kat of je romantische date, het belooft weer een fantastische aflevering te worden. We gaan namelijk de film Dobbelsteen bespreken, die ook ik voor het eerst zie. Sam en Saar die vertellen over 2 nieuwe films en de behind the scenes. Fotograaf Jeroen vertelt over fotografie en de portretten die hij maakt van bekende kinderen, waaronder van de premium members van WDO. En Joey en Alex die hebben de trailer meegenomen van de seizoensknaller Helden van Hier, die wij als allereerste mogen zien. Ja mensen, laten we beginnen met Film onder de Spotlight. Dobbelsteen, ja, het klinkt als een hele leuke, gezellige film en zo begint het ook. Kindertjes op een school, heel gezellig allemaal. Totdat deze jongen naar buiten kijkt en een enge man voor het raam ziet. En het wordt nog gekker als deze man in het huis van dit meisje verschijnt en wijst naar de dobbelsteen. Er lijkt een verbinding te zijn tussen de dobbelsteen en de enge dingen die gebeuren in de film. Serieus, als je deze film hebt gekeken, durf je daarna nooit meer met een dobbelsteen te gooien. Het is een hele toffe, spannende film die je kan kijken op je dateavondje. Ga gezellig, lekker knus, naast elkaar, lekker dicht bij elkaar zitten op de bank. En als het dan te eng wordt, dan hou je gewoon een kussen voor jullie hoofd. Goede tip van Siem. Want wellicht wordt het kussen daarna ook kussen. Siem, hou op. Ik klink nou net zo moeder. Wat ik sterk vind aan deze film is dat hij al 6 jaar oud is. Maar het camerawerk is heel erg van nu. Lekker dynamisch, veel beweging. Het is een beetje documentair gefilmd. Je hebt als kijker echt het gevoel dat je erbij aanwezig bent. In plaats van dat je kijkt naar strak cinematografische beelden. Als een film die je kijkt. Je hebt meer het gevoel dat je erbij betrokken bent. Ik geef 1 ballonnetje voor de creativiteit. Met het motief de dobbelsteen. 1 ballonnetje voor het goede acteerwerk. En deze dab. Ja, een dab is altijd een ballonnetje. En ja, ik hoor je denken, de dab. Maar ja, deze film is al 6 jaar oud, toen was de dab nog in. 1 ballonnetje voor het dynamische camerawerk en 1 ballonnetje voor de spanningsopbouw. Met de jumpscare. Serieus, ik ben me een paar keer echt kapot geschrokken. Dit special effect had wat meer special gekund. Maar hey, het is ook al 6 jaar oud. Ik geef deze film 4 van de 5 WDO ballonnetjes. Vandaag praat ik met Sam en Saar, dus je hebt Siem, Sam en Saar. Ja, dat klinkt als een nieuwe band. Of als het begin van een hele slechte mop. Hoe dan ook, we praten over de film Het Grote Slaapfeest 4 en Escape 2. 2 hele toffe films en we kijken naar de behind the scenes. Hoe ging het eraan toe achter de schermen? Welkom, we gaan het hebben over de films waarin jullie spelen. Want Sam, jij speelt in Het Grote Slaapfeest 4, hè? Ja. Ja, die heb ik gefilmd en het was ontzettend gezellig. We hebben ook een aantal behind the scenes. Daar gaan we even naar kijken. En wat denken jullie? Wordt het wat? Wat heb je op je hoofd? Wat is er gebeurd? Oh, dat zien we in de film. Ja. What's going on? What's going on? Hoe wordt het? Het wordt echt heel tof. Ja? Ja. Vind je het leuk dat je een comeback hebt? Ja. Ja, ik ook. Oh my gosh, en jij ook. Ja. So nice. En jij ook, Floor. Super awesome. Super cool. Komt in april in de bios. In mei op YouTube. Mm-hmm. En we gaan verder niet al te veel zeggen. Maar het wordt echt super cool. Snap je? Oké, dus dat gaan we doen. Niet voorbij de camera lopen en je tekst duidelijk zeggen. Dan komt het helemaal goed. Zolang ik niet ergens tegen een muur aanloop. Hallo! Hey! Wat gaan we doen? Eten. Wat gaan we eten? Patat. Oh my gosh, jij komt in Video Movie Talk. Wil je wat zeggen tegen de kijkers? Hallo. Hallo, hoe heet je? Sam. Sam? Oké, Sam. Jij speelt echt een van de meest iconische scènes in deze film, hè? Ja. Want wat ga jij daar doen? Dit. Vind je het leuk? Ja hoor. Nou, straks meer. Bye. Ja, naast eten, wat vond je nog meer zo leuk aan deze film? Gewoon met z'n allen moest je gewoon bijvoorbeeld kussengevecht houden en alles. En dat vond ik wel leuk. Ja, het kussengevecht. Ja, dat was op de eerste draaidag, hè? Toen hebben we het kussengevecht gefilmd en in dat deken fort dat de andere groep daar aan het praten was. Als je nou moet kiezen, hè, vond je dan die eerste draaidag het leukste of de tweede draaidag of de derde draaidag en waarom? Ik denk toch de derde, want daar was het ook wel
spannend, want dan moest je ook wel doodgaan. Ja, je moest doodgaan. Hè? Ja, dat klinkt heel luguber, maar ja, die tweede en die derde draaidag, toen hebben we natuurlijk allemaal dingen gedaan met nepbloed en met heel veel make-up om die doden te maken. Het was heel erg druk bij de visagie. Hoe gaat het met je eerste echte make-up klus, Lisa? Goed, toch? Ik vind dat wel goed gaat. Ja. We zijn aan het maken. Film? Hoe heet die film? Grote Slaapwees 4. Ja? Ja. Hier moet er nog een beetje worden bijgewerkt, zie je dat? Hey. Zie je dat, dames? Nee. Ja, is inconsistent. Even kijken. Hey! Hi. Hetzelfde. Dat het niet consequent is, dat het niet door elkaar, dat het niet overloopt mooi. Ineens heb je een heel ander iets. Het moet wat meer een geheel worden. Ja, het moet een groter geheel worden. Thanks! Leuk! Oh, ik ben wel echt een minion. Mm-hmm. Een witte minion. Wat vond je nou het moeilijkste om te doen? Ja, dat vond ik ook wel doodgaan. Het moeilijkste om te doen, want het was ook wel spannend. En Ja, en je weet natuurlijk niet hoe dat is, het doodgaan. Want ja, dat heb je nog niet gedaan, want je leeft nog. Dus hoe ben je dat dan gaan acteren? Nou, je moest eigenlijk een beetje hoesten zonder geluid en stikken tegelijk en je laatste adem dan vrijgeven. Saar, is jouw film ook zo bloederig of valt dat gelukkig mee? Nee, bij mij is er helemaal geen bloed. Helemaal geen? Oh, dat is ook wel een keertje fijn hoor. Een film zonder bloed. Want wat voor rol speel jij in de film Escape 2? Nou, ik speel eigenlijk een meisje die heel pestig is en dan uiteindelijk het weer goed maakt. Oh, heel pesterig? Jij moet mensen gaan pesten? Oh, dat zie ik helemaal niet voor me bij jou. Ja. Hoe was dat om te doen? Dat je in één keer allemaal mensen moest gaan pesten? Dat is wel grappig. Want normaal doe ik dat helemaal niet. Nee. Dus je ziet meteen een hele andere kant. Ja, en ondanks het pesten zag ik dat het ontzettend gezellig was. In ieder geval in de bus. Zien. We zitten in de bus. En wie zijn jullie allemaal? Oké, okay. Eva! En we hebben nog één scène. We hebben nog één scène te doen. Ja. En, dat is super leuk. Echt zin in. Hoe vonden jullie het allemaal tot nu toe? Ja, leuk! Ja? Leuk. Ja. Ja. Jij vond het saai. Het is heel leuk. Hij had geen zinnen, dus ja. Hij heeft geen zinnen. Hij heeft alleen met twee zinnen. Ik moet poepie. Je hebt een superleuke tekst, man. Ik moet piepie maken. Superleuke tekst. Maar wat hebben we ook alweer gezegd over teksten in de workshop? Piepie mag. Maakt niks uit. Je moet je goed leren. Ja, iedereen is net zo'n belangrijk onderdeel van de film. Of je nou veel of weinig tekst hebt, of misschien wel geen tekst. Non-verbaal spel is net zo krachtiger dan verbaal spel. Jij bent heel leuk. We gaan Pipi Maga. Waar kijk hij? Nou, zeg maar bye. Nou, en dan nu allebei tegelijk. Welke van deze films wordt het leukste? Slaapwees 4. Ja, goed zo. Veel vertrouwen hebben in je eigen film. Ik weet in ieder geval dat het grote Slaapwees 4 ontzettend tof wordt. Want ja, hey, daar werk ik aan. Maar Escape 2 gaat ook ontzettend gaaf worden. Iedere WDO-film is gewoon leuk. En dan hoop ik dat we ze allebei in de top 5 terug gaan zien in WDO Movie Talk. Het is tijd voor WDO Premium nieuws en de WDO Premium members zijn deze week bezig geweest met het schrijven van scenario's voor toekomstige filmproducties. Als WDO Premium member ga je namelijk jarenlang in meerdere filmproducties mogen spelen. En de scripts die zij uitwerken, die kunnen wellicht voor zo'n film gebruikt worden. Het is een ontzettend creatief en leuk proces, wat ze dus naast de acteerlessen krijgen. Noem heel snel je WDO film waar je in speelt, 1, 2, 3. Noem ze allemaal op! Het Grote Slaapwees 2, 3, 4. History, de horrormeester, was dat het? Nee, dat waren er 5. Niet. Siblings Day, dat was het. Slaapwees 4. Dat heb ik al gezegd. Een ander onderdeel van de WDO Premium Club is jezelf in de markt zetten. Hoe ga je als toekomstige acteur, actrice, presentator, wat je ook wil worden, jezelf in die markt zetten? Hoe wil jij jezelf presenteren? En een belangrijk onderdeel daarvan is fotomateriaal. Nou, iedere premium member die krijgt al een portret van onze fotograaf Jeroen. En Jeroen is niet zomaar fotograaf, nee, hij maakt namelijk portretten van allemaal bekende kinderen. Ik ben ontzettend benieuwd wat hij ons kan vertellen over fotografie.
en de portretten die hij maakt voor WDO. Jij bent fotograaf. Kan je mij wat meer vertellen over het werk dat jij doet? Heel in het kort. Ik heb een geschiedenis in het onderwijs. Ik heb 12 jaar in de klas gestaan. Geweldig, geweldig leuke tijd. Schitterend werk. Maar na 12 jaar ook een beetje het gevoel van... ik zou ook nog wel eens wat anders willen. Ja. En als ik dat wil, moet ik het nu proberen. Ja. En zo de fotografie ingeraakt, wat een grote passie was. Maar ik miste iets. En dan bleek later toch wel het werken met kinderen te zijn. Oh, ja. En ja, fulltime werk ik nu met kinderen uit de film- en theaterwereld. En dus dat zijn kinderen die hele grote dingen gedaan hebben. De Chameleon, Kruimeltje, de Piraten van je naast, enzovoort. En dan nu theaterproducties. We hebben net Charlie in de Chocolate Factory hebben we gehad. Oh, gaaf. Waar dingen als de Lion King was getekend aan die M.G. Schmid, et cetera. Al die kinderen die daarin spelen, althans een heel groot deel, die komen bij mij en die help ik aan mooie foto's die ze weer kunnen gebruiken voor hun castingbureaus, ja. Audities, hun portfolio. Enzovoort. En ik help ze een klein beetje wegwijs maken, omdat ik al nu een tijd actief ben in dat wereldje. Maar waar ik nou zelf ontzettend benieuwd naar ben, is hoe zorg jij dat de identiteit van een kind, hoe een kind is, dat uit wordt gestraald in een foto? Hoe breng je dat naar voren? Dat is helemaal niet zo lastig om te doen. Kijk, de shoots die ik voor WDO doe, dat zijn kort shoots, zijn dat. En dan moeten we in een korte tijd tijdens een hele gezellige sessie gaan we even knallen met elkaar. En dan gaan we samen hele mooie foto's maken. Op die manier komt dat eigenlijk vanzelf. Maar ik laat sowieso shoots, en dat geldt ook voor de WDO'ers, ook voor een heel deel uit jouzelf komen. Hè, Joe en maken een plan. Wij hebben echt wel duidelijk omlijnde ideeën van dit willen we ongeveer doen. Maar dan verder vinden wij het heel belangrijk van dat een kind zelf ook goed kan aangeven van dit vind ik leuk, dit vind ik mooi, dit vind ik mooi. Ja. Leg mij maar uit van wat vind je aan deze foto die we gemaakt hebben niet mooi, wat kunnen we anders doen? Ja, laten we gaan kijken. We hebben 3 foto's toegestuurd van de fotoshoot met Iron. Hoe ging die fotoshoot? Hartstikke leuk. Dat was heel gezellig. Veel van de kids die bij me komen hebben een eind gereden. Want ik zit in Utrecht, dus je moet echt wel wat voor over hebben. Dus we gaan eerst even kennis maken aan tafel, we drinken even wat. En dat hebben wij toen ook gedaan. En toen zijn we gewoon rustig eens begonnen. Nou, dat ging in dit geval bij deze shoot, maar dat geldt voor heel veel WDO'ers, ging dat hartstikke makkelijk. Ik er helemaal niet zo in zetten, mijn best voor te doen. Nee. Ja, wat vind je zelf zo mooi in deze foto? Want ik zie er één met een bruine achtergrond, waarbij ze die groene... Ja. trui aan heeft. 2 foto's in zwart-wit. 1 waarbij ze die gekke pose met dat haar heeft. En deze foto met juist die serieuze blik van haar. Wat vind je zelf goed gelukt? Ja, dat is, kijk, tijdens die shoot, en die shoot is maar je zou het dan niet zeggen als je de foto ziet, maar het is een kwartier, 20 minuten maximaal. Oh, jeetje. En dus het is echt even hard werken met elkaar. Ja. En ik vind het dan leuk om een aantal foto's te maken. En dan proberen we eventjes foto's te maken waarop jij kan laten zien van hoe je bent. Het ene kind heeft dan ook behoefte om gewoon ook even wat gekke poses te doen. Jij heel erg lang haar hebt, wat kunnen we met dat haar doen? In dit geval ontstond dit plaatje. Maar meestal ontstaat dat even gewoon in een gekke bui, in een gek moment. En dan... Nou, pakken we dat moment en dan hebben we dat. Ja, leuk. En die voet omhoog, was dat ook een idee van haar of kwam dat vanuit jullie? Ja, dat was een idee van haar. Ja, echt? Wat gaaf. Dat was een idee van haar. Maar weet je, als ik zelf met zo'n idee kom en je gaat dan zeggen van... kun je even... Doe eens even, schommen. Dat werkt. Dat wordt heel geforceerd natuurlijk, ja. Nou, de laatste vraag, als je het even kan samenvatten. Wat is er nou nodig om... de perfecte foto van iemand te maken? Wat heb je daarvoor nodig? Dat is eigenlijk heel simpel. Kijk, als jij zin hebt in de shoot, je hebt gewoon zin om bij me te komen, dan hebben we het belangrijkste al. Eigenlijk is dan de goede foto al gemaakt. Nou, tof. Want dan is mijn werk heel erg makkelijk. En dat klinkt al stom, maar voor mij is dan nog een knopje drukken. Ja, het is wel meer dan dat natuurlijk. Maar, het is iets meer dan dat, maar ik doe dit heel erg lang en ik weet wel een beetje wat je moet doen om het licht mooi te krijgen. Maar als jij het naar je zin hebt en je vindt het leuk en je hebt mooie kleding aan en
dan komt dat vanzelf. Ja, Team WDO is vandaag niet zomaar Team WDO. Nee, het is onze directeur Joey samen met filmmaker Alex. Zij hebben ons tof nieuws te vertellen over de seizoensknaller Helden van Hier. Nou, Alex en Joey, het klinkt een beetje als een soort nieuwe Nick en Simon, Alex en Joey. Maar jullie zijn hier niet om een single te promoten, jullie zijn hier voor wat anders. Waar zijn jullie namelijk mee bezig? Wat is er aan de hand? Ja, aan vandaag de knaller van een teaser trailer lanceren voor het eerst uitzenden op het YouTube kanaal van WDO. Eerst ben ik wel benieuwd, Joey, waar kwam het idee vandaan voor deze film met helden? Een heldhaftige film, waarom ben je dit gaan maken? Dus vooraf altijd even afwachten vanuit mijn kant. Waar en met wie gaan we de nieuwe knaller maken? Want kijk, alle WDO-films zijn knallers natuurlijk. En daarbij doen we ook één keer per jaar de seizoensknaller. En dat is dan toch wel de grootst opgezette WDO-film van het seizoen. Wat gewoon heel erg spannend is. Het zorgt ook voor een klein beetje competitie tussen de groepen. Dat je toch ook ergens de hoop hebt, oh, wie weet zijn wij dat wel. En daarbij is het ook gewoon superleuk om mee te kunnen genieten van elkaars films. En als kijker ook gewoon de knaller over je heen te laten komen. In dit geval ben ik in Callens Oog beland. Vorig jaar. En op de Frankendaalschool. En toen kwamen zij met een concept. Het was eigenlijk heel weinig. Ze kwamen naar me toe en ze zeiden dit keer de kinderen. Ja, we zijn helemaal niet zo heel erg goed voorbereid. Maar we hebben wel een heel leuk idee. Dat ben niet veel. Het moet over superhelden gaan. En op een school. En die moeten het opnemen tegen hun scheikundeleraar. Want hun scheikundeleraar die is slecht. Ja, dus je hebt echt dat contrast tussen gewoon het normale leven, de normale mensen op school en echt de superhelden. En dat heb je een beetje samengebracht. Is het trouwens nog steeds de scheikundeleraar? Is dat idee gebleven? Dat ze het opnemen tegen de scheik... Of is het nu een andere docent geworden? Ja, ja, ik heb bedacht dat het een kracht voortvloeiend uit het kwade is. Ik heb hem Farsam genoemd. Geen idee hoe ik daarbij kwam. Ik vond Farsam wel een heel duistere naam. Ja, het klinkt wel duister, ja. Het is heel erg in de Voldemort vibes. Begin met de V, Voldemort, Farsam. Ja, dat klinkt ook wel al heel creepy. En Alex, hoe was dit voor jou om te editen? Was er ergens een grootste uitdaging voor jou dat je dacht, oké, dit wordt wel pittig om dit voor elkaar te krijgen? Waarmee te beginnen? Ja. Kijk, alles, als je, ja. Als je een superheldenfilm iets gaat doen, ja, dan kan je het niet omheen. Reageerde je ook weer toen ik met het script kwam? Ik belde jou van mij, hè? Ja, ik wil het wel. Wel inderdaad dat... Ik had toevallig laatst nog appjes teruggevonden dat ik tegen mijn vriendin toen het script voor het eerst was, dat ik stuurde, want ik probeerde iets anders te vinden. En toen vond ik dat en toen zag ik van, of dat ik stuurde van, Jezus, waar komt Joey nu nou weer mee? Je dacht, oh shit. Ja, wat verwacht hij van de dood? Maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. En ik denk dat de grootste challenge was uiteindelijk niet eens een specifiek special effects of zo. Maar er was gewoon één scène, en ik ga het niet verklappen, maar op het einde is één, voor WDO, wat je gewend met zo'n WDO, is het eigenlijk een heel lange scène met heel veel personen en die heel lang doorgaat en heel veel twists heeft en zo. En dat was toch wel vrij lastig, omdat allemaal ook muziektechnisch in elkaar over te laten vloeden. En jullie weten de spanning wel goed op te bouwen, zeg. Ik wil eigenlijk gewoon heel graag gaan kijken. En ik denk dat de kijker ook gewoon niet meer kan wachten. Zullen we gaan kijken naar de trailer van de Helden van Hier. Die jullie als allereerste dus te zien. Ja, zullen we dat gewoon gaan doen? Zeker, let's go. We gaan het gewoon doen. We gaan kijken. Dit is de trailer van de Helden van Hier. Een tijd van stilte wordt doorbroken. De aarde wordt bewandeld door Farsam, onze aardsvijand. Hij is na een stilte van duizenden jaren opnieuw gesignaleerd. En hij put uit zijn laatste krachten. We gaan die viezerik pakken, joh. Gewoon BAM! We zullen incognito een instelling betreden. Een jonge zieltje schoning genieten. Landen jullie? Ga deze planeet niet meer draaien. Observeer, kijk en leer van de zieltjes. Want wij worden één van hen. Blijf
keuze. Nou, jongens. Dit is toch fantastisch. Ja, Alex, je mag jezelf wel dat schouderklopje geven, hoor. Dit belooft ontzettend veel. Mag ik het ook doen? Jij mag het ook doen. Ja, jij hebt natuurlijk niet de trailer gemaakt, maar wel de voice-over. En je zit erin en het verhaal. Het komt allemaal uit jouw brein. Dus jij mag jezelf ook een schouderklopje. Dat mag. Ja. Alex is inmiddels al... die is nu gewoon een vaste gast in Movie Talk. Die is hier al voor de tweede keer. Joey, jij bent hier pas voor de eerste keer. En we hebben eigenlijk geen tijd meer. Ik moet gewoon weer door en jij moet ook weer door. Maar volgende keer wil ik van jou horen wat nou jouw persoonlijke top 5 is. Want we hebben iedere maand hebben we een top 5. Ik heb van Alex al een top 5 gehad. Maar ik ben ontzettend benieuwd welke films jij nou ontzettend leuk vindt. Maar daar hebben we nu geen tijd voor. Dus dat doen we een volgende keer. Die krijg je nog van ons te goed. Moeilijke vragen, zie. Ja, dat is wel een moeilijke vraag. Ik vind het wat lastig, maar ik ben wel benieuwd, dus ik wil hem wel horen. Denk er rustig over na. Je hebt alle tijd nog. Ja, wat vet die trailer, hè. En alsof dat nog niet genoeg is, hebben we nog een teaser voor jullie. Namelijk de thumbnail / poster van Cyborg. Ja, jullie gaan deze als eerste zien. Daar komt hij. Spannend. Dit is de poster. Ja, dit ziet er nu al ontzettend gaaf uit. De ticketverkoop voor die film is al bezig. Dus wil je bij Cyborg aanwezig zijn, wees dan snel. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Video Movie Talk. Vergeet natuurlijk niet deze video te liken en een reactie achter te laten. Heb jij nog een anonieme vraag of wil jij tips krijgen hoe jij verder kan in dit vak? Mail dan naar onderstaand mailadres en dan helpen wij je graag. Doen we met alle liefde. Bedankt voor het kijken en tot ziens. Doei!